Ze hadden posters bij zich van onder andere Mohammed B. en enkele topstukken uit Al-Qaeda. Wat vind je daarvan? Walgelijk. Het mag. Het is niet verboden. Maar er loopt hier in de stad gewoon een jongen rond wiens vader op gruwelijke wijze op de straat van Amsterdam vermoord is. Dus als je enige fatsoen in je donder hebt, dan laat je dat. Ik denk dat als je oproept om iemand te doden, bijvoorbeeld iemand die een filmpje hebt gemaakt of weet ik veel wat, dat lijkt mij aanzetten tot geweld en dat mag gewoon niet. Ook werden er enkele leuzen geroepen, zoals We Are All Buyeris. Wat doet dat met jou toch als goede vriend van Theo? Ja, dat is walgelijk. Dat is bedreiging. Dat is natuurlijk waar het om gaat, mensen boos maken, maar mij krijg je er ook inderdaad erg boos mee. Onze leiders komen niet op voor ons. Het is Osama. En daarom zeggen wij Obama, Obama. Obama, Obama. We are all Osama. We are all Osama. Je mag niet oproepen om mensen te doden. Je mag niet gewapend over straat. Je mag niet gemaskerd over straat. Allerlei redenen om die mensen te arresteren. En ik zou zeggen, ja, we betalen onze belasting aan de politie. Doe je werk, zou ik zeggen. Je vraagt je dan wel af waar de politie was dan. Die staat er weer bij en kijkt ernaar. Zijn we nou met z'n allen nou helemaal belaadtafeld hier in het land, denk je dan eigenlijk? Er zijn ook mensen die zeggen van ja, het zijn maar 100 gekkies, hè, en er zijn geen doden gevallen. Wat is jouw reactie daarop? Nou, maar 100 gekkies? Ten eerste, ja, dan zijn er wel heel veel mensen gek. En ten tweede, 100 demonstranten van dit type, gemaskerd en wel met stokken in een zaaltje, zijn meteen een enorme dreiging.